Het is Roze Woensdag. Een dag om stil te staan bij de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Ook voor wethouder Grete Visser is het een heel bijzondere dag. Ik vind het een zalig feest. Ik vind het echt, het is de leukste dag van de Vierdaagse. Vind ik echt altijd, ook voordat ik wethouder was, al de Roze Woensdag. Omdat ik zelf, ik heb ook een vriendin met wie ik heel graag hand in hand loop. Dat is namelijk mijn vriendin. Ja. En ik weet dat dat niet altijd even makkelijk is. Ik voel me heel vaak, vooral als ik in het buitenland ben, dat ik uit moet kijken met of dat wel de bedoeling is. En ik krijg ook wel eens wat verkeerde blikken, namen of nare uitroepen. Ik vind het zalig dat op Roze Woensdag mensen, of ze het nou weten of niet, allemaal zo'n roze truisje aan hebben, roze boos om hebben. En daarmee wel indirect zeggen van, Grete, ook jij mag er zijn met je vriendin.